welkom iedereen bij alweer een nieuwe uitzending van de Good Night Show van Dreams TV. Ik ben Erik Hasselijn en ik vertel iedere dinsdag een geschiedenis uit mijn boek Oog en Oog met Paramaribo. Verhalen over het herinneringserfgoed. Hè. Een mooie uitgave van de uitgever LM Publishers. Dik, gebonden, groot formaat. En rijk geïllustreerd met heel veel foto's en 111 verhalen. Ik heb het gehad over Janie Tettery en over haar strijd tegen onrecht en haar dramatische dood. Ik heb dat verhaal heb ik ook op mijn Facebookpagina gezet. Een korte versie dan van het verhaal heb ik op mijn Facebookpagina gezet. En dat is door meer dan 2200 mensen is dat gelezen. En dan blijkt maar weer dat dit soort geschiedenissen heel erg tot de verbeelding spreekt. Ik ga het vandaag hebben over het monument van de Surinaamse gevallenen van de Tweede Wereldoorlog aan de Waterkant. En dat is onthuld op 2 november 1950. En ik heb zo'n verhaal heb ik dan weer kunnen reconstrueren, hè, dankzij veel boeken en kranten. Ik heb er een paar meegenomen. Boeken die ook beschikbaar zijn in de bibliotheek van de Surinaamse Universiteit, Anton de Kom. Bijvoorbeeld een gemeenschappelijke strijd over de oorlog van de Surinamers in de Tweede Wereldoorlog. De geschiedenis van de politie, daarin staat een verhaal over 40-45, ook in een belangrijk boek. En wat, ja, daar ben ik zelf heel erg blij mee dat ik dat te pakken heb kunnen krijgen. Dat is de brochure Harry Vos, een Surinaamse held. Daar ga ik het zo meteen nog wel uitgebreid over hebben, wie hij nou precies is. Om even de sfeer te proeven van het monument vandaag de dag, kijk even mee naar deze video. Ja, welkom terug. Al begin 1946 waren de ideeën om een monument voor de Surinaamse gevallenen op te richten. En op een gegeven moment zegt het comité Nederland bevrijd. Wij weten een datum, dat is 5 mei 1947. Er worden allerlei activiteiten ontwikkeld, zoals in kranten gepubliceerd namenlijsten van mensen die slachtoffer zijn geworden in de Tweede Wereldoorlog en die op het monument moet komen te staan. Maar dan gebeurt iets raars. Dan is het meer dan 2 jaar, bijna 3 jaar, is het helemaal stil. Nou, op een gegeven moment is op 5 november 1950 is de Bond van Surinaamse Veteranen bijeen in Theater Thalia. En dan staat Wim Bos Verschuur, politicus Wim Bos Verschuur, op. En die maakt zich boos. En die zegt van, joh, desnoods een zeepkist, maar een monument komt er. Nou, dat laat niemand zich toen natuurlijk, dat er een zeepkist komt. Dus daar gaat het heel snel. Hè. Vanaf dat moment is het propagandacomité oorlogsmonument aan het werk, verzamelt heel veel geld in, waaronder andere door middel van het uitgeven van dit boekje. Ze geven aan Charles Niedeveld, de Surinaamse kunstenaar Charles Niedeveld, de opdracht het monument te maken. En er wordt met de bouw begonnen al in augustus van datzelfde jaar. Het hekwerk is een geschenk van de landmacht Suriname en gebouwd en gemaakt door korporaal Jansen. Dan is de uiteindelijk de onthulling is op 2 oktober 1950. Duizenden mensen zijn er aanwezig en de onthulling vindt plaats door de weduwe mevrouw Vos Leroos. Dat is de moeder van Harry Vos. Nou, en Harry Vos krijgt op diezelfde dag, iets later op in de middag, krijgt hij postuum de militaire Willemsorde, ridder in de vierde klas. En dat is een initiatief vooral van prins Bernhard
geweest. Nou, en wie is nou Harry Vos? Harry Vos is geboren in Suriname, in Paramaribo, in 1912. Hij gaat daar naar school, volgt zijn opleidingen en hij wordt tekenaar. Maar op een gegeven moment in 1934 gaat hij naar Nederland, naar Nijmegen. Daar volgt hij een militaire opleiding en treedt in dienst als sergeant bij het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, de KNIL. Nou, in 1938 gaat hij naar Nederlands-Indië toe. In 1942, als de oorlog daar bezig is, raakt hij betrokken in een zware gevechten op Sumatra en wordt door de Japanners voor die krijgsgevangene gemaakt. Goed. Maar hij wordt verplicht, gedwongen, om Japanse soldaten trainingen te geven in het voeren van oorlog. Nou, dat weigert hij. Nou, en die weigering, die komt hem op de doodstraf te staan. En ik wil uit het boekje wil ik een paar zaken citeren om Harry Vos ten voeten uit te tekenen. Eens even kijken. Nou, er werd gevraagd aan hem, wat is jouw laatste wens? Nou, Japanner, zegt hij, ik wil dat er een rood-wit-blauwe vlag om mijn borst wordt gewikkeld. En schiet dan maar raak. Nou, even later willen ze hem blinddoeken. En nou, dat weigert hij, want hij zegt, ik ben een Hollander en durf te sterven. Nou, dan vindt de executie plaats van vlakbij met een geweer. En op het moment dat de Japanse soldaat schiet, roept Harry Vos nog, leve de koningin, en sterft. En dit is opgetekend door de ordescorrespondent Klooster. Harry Vos, een Surinaamse held. Een aantal jaren later verandert het monument nog een klein beetje. Dat is op 4 mei 2006. En dan komen daar 63 namen, alsnog, 63 namen op het monument te staan. Waaronder de naam van Harry Vos, maar ook van Anton de Kom en van Henri Flu. Dat is de zoon van professor Paul Flu. En Henri Flu is huisarts in Leiden en wordt door de Duitsers vanwege zijn verzet standrechtelijk geëxecuteerd. Goed, ja, dit was het weer voor deze keer. Oktober is de maand van de geschiedenis. Oog en oog met Paramaribo. Ja, er staan 111 prachtige verhalen in. Nou, misschien een mooie gelegenheid om ze eens te gaan lezen. Groot boek, mooi gebonden. Groot formaat, €24,50. Nou, misschien te overwegen om eens een keer aan te schaffen. Bedankt voor het kijken in ieder geval. Morgen is mijn collega Lucinda hier weer. Ik ben daar volgende week met een nieuwe geschiedenis. En ik zou zeggen, ja, like, volg en deel het YouTube-kanaal van The Good Night Show. Dan hoef je nooit meer iets te missen op het gebied van cultuur, van entertainment, film, eten en natuurlijk van geschiedenissen van Suriname. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Nou, eens even kijken.